Ja, we zitten hier met Noal en Serhat van Heracles Almelo Futsal. Het seizoen voor jullie, de competitie zit erop, maar er wacht nog een mooi toetje. Promovendus dit jaar, Noal. Hoe heb je het eerste seizoen in de eerste divisie beleefd? Ja, geweldig. We hebben de eerste wedstrijd verloren we van PKC thuis. Kampioenskandidaat, dat wisten we eigenlijk van tevoren. Je verliest die. Maar uiteindelijk zag je ook in die wedstrijd van, we hebben heel veel weerstand kunnen bieden. We zijn niet weggespeeld. We hebben heel veel kansen gecreëerd. Alleen net dat stukje ervaring wat PKC wel heeft. En wij op dat moment nog niet hadden met de hele groep in de eerste divisie. Die nekte ons eigenlijk. Daarna niet meer verloren tot aan twee wedstrijden voor het einde van het seizoen. Tussendoor gelijk gespeeld tegen Urk en ZV Ede. En voor de rest alles gewonnen. Dus ik denk een heel mooi seizoen. Uiteindelijk tweede is geëindigd achter Ede. En nu de na-competitie in. Dus tot nu toe een heel mooi seizoen. Ja, mogen we dan spreken van een seizoen boven verwachting? Denk ik uiteindelijk wel. Je weet uiteindelijk ook wel wat je groep kan en welke potentie erin zit. Alleen uiteindelijk moet dat er wel uitkomen. En we hebben dat wel heel lang laten zien, zeg maar. Tot twee wedstrijden voor het einde van het seizoen. Dat je verliest van Dr. Anders Vijfje uit. En thuis van Ede. Uiteindelijk is dat allemaal dan al gespeeld. Ede is uiteindelijk terecht de kampioen. Een stukje boven verwachting. Maar uiteindelijk ook wel in veel wedstrijden mooi om te zien dat je bepaalde verwachtingen hebt van je groep. En ze, het komt ook uiteindelijk uit. Ja, Serhat, was voor veel spelers het eerste jaar denk ik op eerste divisie niveau. Hoe hebben jullie dat als groep beleefd? Ja, het is natuurlijk voor de groep anders om in een andere competitie terecht te komen. Op een ander niveau. Maar we wisten wat de groep kon. We wisten dat we veel jongens hebben met veel kwaliteiten, individuele kwaliteiten. Maar los daarvan dat ons teamgeest eigenlijk zo hoog is, dat we dat eigenlijk ook niet echt een probleem vonden. We zijn echt een team. Dat hebben we denk ik afgelopen seizoen, in ieder geval ook dit seizoen, laten zien. We mogen ons op gaan maken voor de na-competitie. En ik denk, als je in ieder geval bij ons dit jaar bent wezen kijken hier in de ISPA, dat iedereen de sfeer echt geproefd heeft. En dat we denk ik dit jaar al allemaal op de kaart hebben gezet. En uiteindelijk hopen wij dat er meerdere kansen kunnen komen straks. En dat we er allemaal echt op kaart kunnen zetten op eredivisieniveau. Ja, want als we even terugkijken naar bijna exact een jaar geleden, spraken we jou ook, naar het kampioenschap. En toen proefde ik wel bij de spelers van, we gaan deze lijn gewoon doorzetten. En de handhaving is mooi, maar je kunt wel iets meer van ons verwachten. Is dat uiteindelijk in de praktijk ook echt tot stand gekomen? Ja, kijk, we trainen elke training om beter te worden. Daarin hebben we een goede staf, daarin hebben we een goede voorzitter. We hebben ambities met de speelsgroep, maar ook als club. En ik denk dat je bij de speels echt kon proeven toen we gelijk speelden tegen Urk. Dat op een gegeven moment echt de jongens echt zoiets hadden van, dit is echt jammer. Want we hadden echt wel tot de laatste wedstrijd hier tegen Ede mee willen doen voor het kampioenschap. Maar goed, het is je eerste jaar, je moet ook een beetje reëel blijven. Maar ondanks dat denk ik dat wij aan iedereen in de eerste divisie laten zien hebben wat we in ons marge hebben. En dat we een fantastisch jaar achter de rug hebben. Ja, heb je het niveauverschil met de hoofdklas echt gemerkt? Moesten jullie echt een stapje bijzetten? Ja, je ziet natuurlijk wel een groot niveauverschil tussen de topklasse en de eerste divisie. Maar los daarvan, je komt eerste jaar in de eerste divisie terecht. En niemand kent je. Je kunt vrij uit voetballen. Je hebt niks te verliezen eigenlijk. En je weet ook welke kwaliteiten je hebt. Wij werken ook elke keer. We trainen twee keer in de week. We zijn tactisch denk ik ook wel best wel ver met de spelersgroep. En dat eigenlijk best wel in een korte tijd bestek. En ik denk dat je dat dit jaar bij sommige tegenstanders wel kon ervaren. Maar aan de andere kant dat we hele goede dingen hebben laten zien. Ja, Serhat, u zegt al van jullie trainen twee keer in de week. Dan een wedstrijd er nog bij. Zuivere speeltijd, is dat dan ook echt iets wat je qua fitheid dit seizoen wat echt een aandachtspunt was? Ja, dat is zeker. Er moet een kleine correctie op zitten, want we trainen eigenlijk drie keer. De maandag zitten we dan in de gym en gaan we de zaal in. En woensdag trainen we ook, dus het zijn eigenlijk drie trainingsmomenten. Daarnaast is het mooi dat wij korte lijnen hebben met Rick Aben.
Die helpt ons daarbij. Daarnaast hebben wij hele korte lijnen met Van Iersel. Onze vaste fysio Eline, die helpt ons daarbij om de jongens in de blessures fit te krijgen. En ook om ons advies daarin te geven. Dus dat is wel heel belangrijk. Jade en Boas die spelen op veld. Jade bij Excelsior en Boas bij KHC Kampen. Ja, dat zijn jongens die 6 keer in de week voetballen. Nou goed, en Excelsior en KHC Kampen spelen ook niet op beroerd niveau op het veld. Dus daarin moeten we wel heel goed gaan uitkijken dat we niet gaan overbelasten. Dus vandaar dat wij wel heel blij zijn met Rick en met Eline. Die ons en sterker maken en ons daarbij helpen van... let even hier en hier op dat we niet gaan overbelasten. Ja, merk je dat ook in wedstrijden, dat jullie bijvoorbeeld heel lang volhouden? Ja, dat is wel. Dat merken wij wel. Als je de uitwedstrijd in Ede bekeek. De laatste fase van de wedstrijd. Weet je, dat was echt een knalwedstrijd over en weer. Waarbij de eerste helft Ede vooral heel veel initiatief had en heel veel de bal had. Dus wij moesten heel veel doen zonder bal. Ja, je zag in de laatste fase van de tweede helft dat wij conditioneel en fysiek gewoon een stuk sterker zijn. En eigenlijk vanuit daaruit weet je, maakten wij ook de 4-3 en de 4-4 uiteindelijk in de laatste fase. Dus dat heb ik wel gemerkt. Zeg dat, was Ede uiteindelijk de verdiende kampioen? Ja, uiteindelijk denk ik wel. Ik denk, kijk, Ede die wil ook, die heeft ook echt een ambitie gehad de afgelopen jaren. En dat heeft ook wel volgens mij 2-3 jaar geduurd. En wij komen eerste keer op dit niveau. Eerste wedstrijd verlies je een beetje omdat je niet weet wat je kunt verwachten. En ook wel een kandidaat is die voor het kampioenschap wil gaan. En dan speel je een keer gelijk tegen Urk. Maar stel je voor dat je die wedstrijd had gewonnen. Goed, dan ga je weer terug natuurlijk. Maar hadden we tot de laatste wedstrijd hier tegen Ede, hadden wij ook nog meegedaan. Dus ondanks dat, als je het vervolgens bekijkt, zijn zij de terechte kampioen. Maar we hadden graag meegedaan. Ja, jij draait nu al een tijdje mee in de zalvoetbalwereld. Wat maakt dit team nou zo sterk? Ja, wij zeggen altijd, we zijn één familie, we zijn één geheel. Als ik een verjaardag hou, is iedereen erbij. Als er een baby wordt geboren, zijn we er allemaal bij. Niemand wordt buitengesloten. We zijn één geheel, we zijn één familie. We gaan voor elkaar door het vuur. En dat is het eigenlijk. En ik denk als je dat in verband met het voetballen kunt doen. En een staf hebt die voor je volgt. Een fysio, de faciliteit van Heracles. Een voorzitter die ambities heeft. Ja, dan sta je als team en als club zijn de sterk in je schoenen. En dat is echt onze kracht. Ja, waarin vind jij dat het team zich het meeste in heeft ontwikkeld afgelopen seizoen? Ik denk het tactisch gebeuren. Ik denk dat wij best wel in korte tijd bestek tactisch zo ver zijn dat sommige eerste divisieploegen echt zoiets hebben van wow, wat is dit, weet je wel. Op verdedigende wijze, maar ook een aantal looplijnen. En het mooie aan ons is denk ik, dat is ook wel echt de credits richting de staf toe, dat wij gewoon vrijer kunnen voetballen. Dat Noel eigenlijk wat vertelt tactisch, maar aan het einde zegt hij van speel alsof je op het pleintje aan het spelen bent. Hey, al die jongens die hebben op straat gevoetbald. We zijn her en der, ook mede dankzij Noel en andere technische staf, zijn we bij elkaar gekomen. Maar we komen eigenlijk allemaal van de straat, van de vereniging. En als je dan aan het einde na tactisch gebeuren nog hoort van speel vrij uit, doe lekker wat je kan. Denk aan je kwaliteiten, alsof je op het pleintje bent. Ja, dat is geweldig, heerlijk. Ja, je zegt al, op fysiek vlak heb je stappen gemaakt, maar ik denk dan op mentaal vlak dat die eenheid ook echt enorm meehelpt. Dat is het. We hebben ook wedstrijden gehad dat we achterkwamen. En normaal zou je denken van, oh, dat wordt wel lastig. Maar wij kijken elkaar aan en die blik zegt eigenlijk al genoeg van, jongens, er is niks aan de hand. We hebben nog genoeg tijd. We gaan het gewoon doen op onze manier en dan zie je ook gewoon dat wij terugkomen. Ben je dan uiteindelijk trots op de tweede plek die jullie behaald hebben dit seizoen? Ja, heel trots. Echt, ik ben 28, de oudste in de groep. En ik kwam ooit als jongste erin. Ik mocht achter Noel stappen gaan maken. Hij was toen de laatste man in het eerste. En als ik dan zo'n Jaden mag noemen, wat is het, 16, 17 jaar, nu al misschien de beste van onze selectie. Maar ook gewoon kop erbij, met elkaar. Ah, het is fantastisch. Ik ben trots stuk voor stuk op alle jongens. Ja, hoe mooi is het om die ontwikkeling van de jonge talenten te zien? Ja, dat is heel mooi. Omdat ik
ook zie en weet dat de jongens er knetterhard voor werken. Als je bijvoorbeeld maandag kijkt, maandag is normaal gesproken een trainingsdag alleen voor het eerste. Woensdag trainen we dan met de hele selectie. De jongens van de belofte die spelen vaak op maandag, maar spelen ze niet of spelen ze uit op donderdag of bijvoorbeeld op vrijdag. Dan hebben ze bij ons de vrijheid om maandags mee te trainen. Ja, als je ziet dat die jongens van de belofte allemaal gewoon komen trainen. Dan weet je als trainer zijn al van, als je dan de intrinsieke motivatie ziet om jezelf al te ontwikkelen, ja, dat is mooi. En dan als je dat aan de hand kunt doen van wat jongens die al een tijdje meelopen, zeg dat ook met eerste divisieervaring, maar ook jongens als bijvoorbeeld André Piljic, weet je, die ook vaak jonge jongens mee aan de hand neemt, ja, dat is mooi. En we hebben, denk ik, bij ons nog een beetje ouderwetse voetbalhiërarchie. Dus ik denk dat het goed is. Is dat ook mooi voor de jonge jongens om een voorbeeld, bijvoorbeeld als een Serrat, te zien? Van ja, daar wil ik ook naartoe, dat niveau. Ja, dat denk ik uiteindelijk wel. Je moet ook niet vergeten, we hebben voor 80%, denk ik, 85% almeloze jongens. En de jongens die buiten Almelo komen, die gaan ook mee een beetje in de Almeloze mentaliteit. Dus op het moment dat ze twee keer scoren of soms drie wedstrijden winnen, denken ze allemaal dat ze Messi of Ronaldo zijn. Maar goed, daarom ben ik juist zo blij met jongens als Serra die dat af en toe even de kop indrukken van hey, luister, gewoon even normaal doen. Want als trainer zijn, dan kun je altijd wel, denk ik, 500 dingen zeggen. Maar ik denk ook dat het soms goed is als... Of juist goed is dat er dingen vanuit de groep worden gezegd richting spelers en dat daar dan ook acceptatie voor is. Dus ik denk dat dat bij ons wel tot nu toe redelijk goed zit. Ja, jullie gaan nu de na-competitie in. Ja. Kun je voor de kijkers uitleggen hoe die na-competitie eruit ziet? De na-competitie die ziet er als volgt uit. We hebben nu een wedstrijd tegen ZVGK gemaakt. Dat gaat over twee wedstrijden. Mocht je die winnen, dan ga je naar de volgende ronde. Dus ronde 2, die speel je weer over twee wedstrijden. Dan ga je naar een halve finale en uiteindelijk ga je naar een finale. Zo ziet het eruit. Een lange weg? Het is een hele lange weg. Maar vol vertrouwen, denk ik. Ja, zeker. We missen wel wat jongens, 4 blessures. Ook jongens die normaal gesproken ook gewoon kunnen starten. Uiteindelijk ook onze topscorer met 39 goals. Uiteindelijk ook de topscorer van de eerste divisie geweest. Of geworden, Stan. Je mist wat jongens. Maar uiteindelijk moet je 3-4 jongens meenemen vanuit de belofte. Dat is wat het is. Uiteindelijk zal iedereen in heel zaalvoetbal of voetbalwereld daar ook mee te maken kunnen hebben en kunnen krijgen. Dus daar moeten wij ook mee dealen. Maar uiteindelijk de jongens die meegaan vanuit de belofte ook zeker vertrouwen in. Ja, je Noël zegt, jullie missen een aantal spelers. Hoeveel vertrouwen in heb jij dat de jonge jongens die aansluiten, dat jullie zeg maar, als eenheid echt goede prestaties kunnen gaan leveren in de na-competitie straks? Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Kijk, die jongens die trainen vanaf het begin al met ons mee. De beloften, die hanteren eigenlijk een beetje hetzelfde speelsysteem wat wij hanteren. En die jongens die pakken elke training mee. We trainen ook samen, gezamenlijk. Dus eigenlijk weet iedereen wat hij moet doen. En ik maak me daar zeker geen zorgen over. Nee, want je zegt al, beloften die mogen heel vaak meetrainen. Is dat dan ook echt het voordeel voor jullie nu? Dat jullie die jongens die nu in moeten stromen eigenlijk al lang kennen? Ja, tuurlijk. Het is voor ons alleen maar een win-win situatie. Die jongens mogen dus bij de fitness zelf bepalen of ze er zijn. 9 van de 10 keer zijn ze er ook. En de trainingen zijn vanaf het begin al samen, gezamenlijk. Dus dan zie je ook echt wel, als je een keer een wedstrijd bij de belofte bekijkt, wat gisteren toevallig was, zij hadden de na-competitie, dat je echt wel het speelsysteem echt vanaf de kant op kunt zien. En dat het natuurlijk voor ons ook makkelijker maakt als die jongens doorstromen, dat ze precies weten waar ze moeten staan en wat je ook echt aan ze hebt. Ja, jullie eerste tegenstander is ZVG, als ik het goed heb. KGMAX, ja. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, ik denk dat het een goede ploeg is. Veel individuele spelers, ook wel veel oudere gedienden. Dus het zal een lastig potje zijn. Maar aan de andere kant, wij gaan er gewoon vol in. Ik maak me daar geen zorgen over. We zijn ook zeker niet bang om te voetballen of om het tactisch eventueel uit te spelen. We gaan ervoor.
We gaan kijken wat het wordt. Het is ons eerste seizoen, dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we de volgende ronde gaan halen. En ook ondanks stel dat het mis zou gaan, trots op dit seizoen? Ik ben zeker trots op de club, trots op de spelersgroep, trots op de staf. En nogmaals, we hebben een lange weg te gaan. En mocht het dit jaar niet zijn, dan is het volgend jaar. Ja, er is nog een lange weg te gaan. Alle kansen nog. Alle kansen nog. Ja, hoe kijk jij naar de komende weken? Ja, een beetje gezonde wedstrijdspanning. Wat Sarah net al zegt, KG Max is een hele ervaren ploeg. Het oudgediende uit de eredivisie. Ja, een trainer, als je zijn naam invoert, Samir Makuki, dan weet je eigenlijk wat hij voor het Nederlands zaalvoetbal heeft betekend. Daar spelen hele grote namen uit de zaalvoetbalwereld. Alleen, weet je, wij zijn Almelo. En uiteindelijk komen wij niet om deel te nemen aan een nacompetitie. Wij komen om voor elke meter te knokken en om elke meter gas te geven. En uiteindelijk is het is, wat de uitslag wordt. Maar ja, hoeveel ervaring daar ook loopt, ze moeten niet denken dat ze ook maar 1 meter cadeau krijgen van ons. En met die instelling gaan wij die 2 wedstrijden in. En gaan wij een ronde door, dan gaan we een ronde door. Gaan we niet door, dan gaan we niet door. Dat is wat het is. Maar dan sluit ik mij volledig bij Serrat aan. Weet je, supermooi seizoen dan uiteindelijk ook gedraaid. Waar het schip ook strandt. Of we in de finale komen, halve finale of de eerste ronde. Supermooi seizoen gehad. En dan richting volgend seizoen, of het nou in de eerste of eredivisie is. Tot slot, waar moeten de supporters de komende weken zijn? Ja goed, vrijdag wordt een beetje lastig Thijs, want dan kunnen wij hier op het veld al met kampioenschap spelen bij Breda uit. En dan zou ik zeggen zaterdag 20 mei, dan spelen we thuis in de ISPA om 7:30. Dus wees welkom allemaal. Sarah, wil jij nog iets tegen de supporters zeggen? Ik zou zeggen, we gaan op het veld voor het kampioenschap. En in de zaal verwachten we iedereen 20 mei hier in de ISPA. En dan maken we hier een gekke boel van. Ja, want echt tot slot, supporters dit seizoen zijn heel belangrijk voor jullie geweest. Ja, supporters, we hebben volgens mij de ISPA best vol gehad als je het vergelijkt met de andere ploegen. Zelfs een aantal supporters die niet meer konden gaan naar de uitwedstrijd van Heracles zijn hier geweest. Ook echte diehard supporters, die waren er elke wedstrijd. Dus daar zijn we zeker dankbaar voor en die hebben we ook zeker nodig hier thuis. Bij de nacompetitiewedstrijd. Top. Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. Jullie ook.